Zytologe Sophie van Rafelgem wil vrouwen en bier dichter bij elkaar brengen. Daarvoor organiseerde ze de eerste editie van Vrouwen en Bier. Het evenement dompelt de vrouwen onder in een echte bierbeleving. Vrouwen en Bier is er hier te doen vandaag en dat betekent dat vrouwen bier gaan beleven. Echt. Dus daarom hebben we verschillende workshops in elkaar gestoken, zodat het niet enkel zo proeven is en luisteren naar uit, maar echt zien wat je met bier kunt doen. Het is meer dan gewoon een glas schieten en proeven, dat hoort er nu ook bij vandaag. Maar we kunnen cocktails maken, we kunnen ook hapjes maken, we kunnen combineren met chocolade. Dat er zoveel te doen is met bier qua smaken. En ik merk dat dat iets is dat vooral vrouwen ook geïnteresseerd zijn. Vooral om er in de keuken meer mee te doen. Dus daarom, deze Vrouwen beleven bierdag eigenlijk. Sophie wil de marketeers die reclame maken voor bier er de aandacht op vestigen dat ook vrouwen met bier bezig zijn en vooral dat ze graag een biertje drinken. Ik kreeg stevast de vraag gesteld, vindt u het niet raar als vrouw met bier bezig te zijn? En ik vond dat een rare vraag op zich, maar eigenlijk zaten ze er nog niet zo ver van. Als ik rond mij kijk, zag ik vooral mannen, mannelijke bierwereld. Als ik naar de brouwers keek, zag ik vooral mannen. En als ik naar de biermarketing keek, ja, dat was die volledig gericht op mannen. Mannen weten waarom, maten, makkers, maas. Er is eigenlijk weinig aandacht voor vrouwen door de bierwereld, door de marketing. En dat we ook iets aan veranderen. En denk van, ik kan erover klagen en zagen of ik kan er iets aan doen. En ik hoor er iets aan doen. Koken met bier en biercocktails, het zijn maar enkele aspecten die de vrouwen weten te charmeren bij hun eerste bierbeleving. Ik ken niet veel van bier en ik vond dat nu wel tof. Als vrouw vond toch een keer iets meer van bier te kennen. Vooral het vrouwelijke in fijne glaasjes. De presentatie staat mij wel aan. En een keer iets meer van bier te leren kennen. Mijn man is een bierkenner en ik ken er niet veel van, dus wat meegenomen. Vergeet voortaan de mojito en ga voor een lekker op bier geïnspireerde cocktail. De White Mist. Het zijn natuurlijk maar proefglaasjes, maar normaal gezien het recept is 5 centiliter gin, 3 centiliter citroensap, 2 theelepeltjes poedersuiker, goed shaken en daar komt dan nog 10 centiliter gruut wit bij. Is geïnspireerd op de Tom Collins, maar in plaats van sodawater gebruik ik dus de gruut wit. Rosa Blankaert Merks is een icoon in de Belgische bierwereld. Rosa stond als eerste brouwmeesteres van België aan het roer van brouwerij Liefmans. Voor bier te maken moet je goede zintuigen hebben. En dat heb ik alleszins. Je moet goed kunnen ruiken en je moet goed kunnen smaken. Je moet goed kunnen mengen en zo. En dat kon ik dan toevallig wel. Maar als die een patroon dan op 58-jarige leeftijd opeens plotseling overleden is, was ik daar met gans die brouwerij. En met 70 werknemers en de familie die zei, wat gaan wij beginnen, wat gaan wij nu doen? Kun jij dat voortdoen? Ik heb gezegd, ik zal mijn best doen, ik zal proberen. En het ging goed eigenlijk, zeer goed wel. Maar natuurlijk, ik als vrouw dan in de brouwerijwereld, al de mannen, die vonden dat eerst een beetje eigenaardig dat daar een vrouw aan een troer stond in een brouwerij. Maar ze hebben mij altijd zeer goed ontvangen, zelfs geopend op sommige momenten, omdat ze zoveel respect hadden voor het werk dat ik deed. En zo heb ik gans de brouwerijwereld van België leren kennen, lang voordat er een inbef of zo was. Ik heb ze allemaal gekend, al de grote brouwers van toen. En dat werden al vrienden eigenlijk. Want de brouwerijwereld is een zeer aangename wereld. Ik was zo blij dat Rosa ja gezegd heeft om te komen. Want dat stond al heel lang op mijn verlanglijst. Rosa moet er gewoon bij zijn op mijn vrouw en bier. Dat is gewoon een beetje een droom die uitkomt. En ja, zij heeft gewoon haar Liefmans Gouden Band, een van mijn favoriete bieren, draagt letterlijk en figuurlijk haar handtekening. Zij heeft zoveel verwezenlijkt. Niet alleen dat ze van secretaresse naar brouwmeesteresse gegaan is, maar ze straalt ook zoveel uit. En het is gewoon een sterke dame waar ik enorm veel bewondering voor heb. Dus voor mij is het een hele eer dat zij de dag geopend heeft.